Arnhem lanceert als eerste gemeente in Nederland een interactieve zonatlas. Margreet van Gastel vertelt over het initiatief. Mevrouw van Gastel, wat vindt u van de interactieve zonatlas? Ik vind het een geweldige aanwinst en ik ben er trots op dat Arnhem de eerste gemeente in Nederland is die dit lanceert. Wij hebben als gemeente Arnhem een grote ambitie. Wij willen graag dat er veel meer energie bezuinigd wordt. Een mooi alternatief is zonne-energie. De zon kost niets, de panelen natuurlijk wel wat, maar dat kun je terugverdienen. En dat kunnen wij als gemeente niet alleen. En daarom zijn we heel blij dat de inwoners nu de mogelijkheid hebben om zelf initiatieven te nemen, om te kijken of er zonnepanelen op het dak van hun huis kunnen. Ja, nu heb ik begrepen dat u zelf ook zonnepanelen heeft. Hoeveel heeft u er? Ik heb er op dit moment 4 liggen, al enige jaren. Dat was toen een beetje het begin van de zonnepanelen. En nu moet ik op de zonatlas gaan kijken wat er voor mogelijkheden zijn op mijn dak om het uit te breiden. Er zijn een aantal Duitse ingenieurs die dit bedacht hebben en die het ontwikkeld hebben. Ik ben daarbij wel instrumenteel geweest om dit naar Nederland toe te brengen. En dan in samenwerking met Klimaatverbond en de provincie Gelderland en de gemeente Arnhem, zeg maar, om dit echt ook te gaan realiseren met volledige support van dit Duitse bedrijf. Hoe werkt deze interactieve zonneatlas? Hij werkt heel erg transparant, hij werkt heel erg interactief en heel erg neutraal. En als het goed is, kan echt iedereen hem bedienen vanuit zijn stoel op internet thuis. En ik kan het ook eventjes aangeven. Als mensen op internet zitten en ze gaan naar www.zonatlas.nl/Arnhem, dan komen ze echt op deze Arnhemse zonatlas uit. En dan krijgen ze dit beeld zo'n beetje te zien. Als ze vervolgens hier hun adres invullen, de straatnaam en het huisnummer, dan op het zoekdingetje klikken en dan wordt het meteen naar hun huis toegeleid. Als ze hun eigen huis herkennen, kunnen ze daarop klikken. En dan zien ze meteen alle berekeningen die van toepassing zijn voor hun dak, heel specifiek. En die berekeningen kunnen ze allemaal aanpassen. En aan de hand van die berekeningen kunnen ze gaan bekijken of hun huis geschikt is, ja of nee, voor zonne-energie. En als het geschikt is, zeer geschikt of goed geschikt, dan kunnen ze met deze informatie bijvoorbeeld offertes aanvragen bij installateurs. En dan kunnen ze kijken van welke installateurs voor hun een goede leverancier zouden kunnen zijn. Voor wie is deze zonneatlas bedoeld? Deze zonneatlas is bedoeld in eerste instantie voor eigen huizenbezitters die meerwaarde willen toevoegen aan hun eigen huis. Ook een statement willen maken voor wat betreft duurzame energie. Voor mensen die nog een tijdje aan het twijfelen waren van moet ik nu aan die zonnepanelen beginnen, ja of nee. Voor die mensen is deze zonneatlas erg handig, want dat kan net het laatste restje twijfel nog eventjes weghalen. En voor die mensen kan het ook heel interessant zijn om zonnepanelen te nemen op hun dak. Elk huis is in principe kunnen zonnepanelen opgebouwd worden. Alleen als ze niet geschikt bij staat of als ze minder geschikt bij staat, dan is de terugverdientijd wel heel erg lang. En dan is het vaak beter om het geld wat je wilt besteden aan dit soort voorzieningen, om die te stoppen in bijvoorbeeld isolatie van muren, isolatie van daken of wat dan ook, omdat daar meer geld mee te verdienen valt.